Dit is Nederland. En wij zitten hier. In het AMC. Het Academisch Medisch Centrum van Amsterdam. Dit is niet alleen een ziekenhuis. Er wordt ook een hele hoop onderzoek gedaan. Zoals hier, in het laboratorium. Door dit fantastische team. Ons onderzoek is gericht op het metabolisme, ook wel stofwisseling. En stofwisseling is heel erg van belang voor het omzetten van bijvoorbeeld voedingsstoffen naar bruikbare energie, om spieren te laten bewegen, om hersens te laten functioneren, maar ook voor bouwstoffen van onze cellen. Het metabolisme kan je in zekere zin vergelijken met een metronetwerk. Metro's moeten van één punt naar een ander punt. En zo werkt het ook met voedingsstoffen. Die moeten worden omgezet naar iets anders. Net als bij het metronetwerk kan er ook in het metabolisme van alles fout gaan, wat leidt tot metabole ziekten. Zo kan er door erfelijke fouten in het DNA een ernstige ziekte ontstaan die vaak al optreedt bij kinderen op jonge leeftijd. In dat geval kan de metro bijvoorbeeld minder of zelfs helemaal niet meer rijden. Een soort spooronderbreking. Sommige van deze kinderen kunnen daar op vroege leeftijd aan overlijden. Een ander voorbeeld is verstoring van het metabolisme tijdens veroudering. Naarmate je ouder wordt, kunnen er verstoringen in het metronetwerk optreden. Er is dan sprake van een subtielere verstoring. Er kunnen bijvoorbeeld minder metro's rijden. Dit draagt bij aan het ontstaan van ouderdomsziekten zoals type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. We doen dit onderzoek onder andere met cellen en bloed van patiënten, maar daarnaast gebruiken we ook wat wij noemen modellen. Bijvoorbeeld labwormpjes van een millimeter groot, die voor een belangrijk deel hetzelfde DNA en dezelfde celbouw hebben als de mens. Deze labwormpjes leven maar 2 tot 4 weken. En dus kunnen we in korte tijd veel onderzoek doen wat bij mensen 80 tot 100 jaar zou duren. Wat uit dat onderzoek komt, hopen we uiteindelijk weer te kunnen vertalen naar de mens. Ons onderzoek is erop gericht om in kaart te brengen wat er fout gaat met het metabolisme bij verouderingsziekten en de erfelijke ziekten die bij kinderen voorkomen. Op deze manier hopen we in de toekomst nieuwe behandelmethodes mogelijk te maken. Zo, nu zijn jullie weer een klein beetje bij wat er onder andere allemaal in het AMC gebeurt.